Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie. Matthijs Zijlberger die na dit seizoen een punt zet achter zijn voetballoopbaan. Hij is nog van grote waarde dit seizoen voor Forum Sport. Na dit seizoen neemt hij afscheid als actief voetballer. Matthijs Zijlberger, die bij diverse amateurclubs op hoog niveau heeft gespeeld. Zoals bij Scheveningen, Vitesse Delft, RKVV, Voorschoten 97 en nu alweer enkele seizoenen bij Forum Sport. Hij hoopt zijn loopbaan af te sluiten in de nacompetitie met Forum Sport en wie weet een promotie. Afgelopen zaterdag tegen Sportclub Feyenoord duurde de wedstrijd overigens korter voor Zijlberger dan hij gewend is. Ja, die duurde heel kort. Ik had de eerste helft een beuk in mijn nek gehad. Daardoor kon ik heel slecht nog naar links kijken. En goed, met de duels en de duelkracht die we hier vandaag moesten tonen, was het gewoon belangrijk dat je er fit staat. En na een kwartier moest ik er helaas uit. Ja. Hoe moeilijk is het dan om die wedstrijd verder te volgen vanuit de dugout? Nou ja, dit is volgens mij een van de eerste keren dat ik hem volg vanuit de dugout. Dus normaal maak ik mijn wedstrijden altijd af en dan speel ik altijd 90 minuten. Ik speelde nu al met veel pijn en een pijnstiller in. Dus ik was nog niet helemaal fit. Ja, als dat er nog bij komt, dan moet ik zelfs naar de kant. Moet ik gewoon eerlijk zijn. Maar ik ben blij dat we hem in elk geval hebben gewonnen. Het was geen mooie wedstrijd. Geen geweldige wedstrijd gezien. Maar wel lekker 3 punten. Nu even rustig bijkomen en dan volgende week ben ik weer fit. En dat allemaal in de nadagen van je voetballoopbaan, hè? Want ja, nog eventjes, dan zit het erop. Ja, mijn nadagen zijn, het is eigenlijk best wel mooi gegaan. Hier eigenlijk per toeval terechtgekomen, na een lange reis. Nu mijn 4e jaar. Ik heb nergens zo lang gespeeld. Ja, alleen bij ADO dan. Ben ik 7 jaar geweest. En bij de rest van de clubs overal 2 jaar. Ja, ik heb hier gewoon een geweldige tijd en ook echt goed gepresteerd voor mezelf, maar ook met de club. Gewoon altijd stabiele eerste klasse geweest. Nou, dat is hartstikke mooi als je ook de club zo achterlaat. En voor jezelf ook gewoon nog belangrijk ben geweest met veel goals. Dus dat is echt leuk, ja. Je hebt wat dat betreft wel een rijtje toonaangevende clubs gehad, toch allemaal spelend op hoog amateurniveau. Ja, na ADO 7 jaar ben ik naar Scheveningen gegaan. Dat was een hele mooie, geweldige tijd. En toen via Schavensande, Voorschoten, Vitesse Delft en RKVV hier terechtgekomen. Ja. Ja, mooie clubs, zeker. Gespeeld op het zaterdag en het zondag voetbal. Zie je nou werkelijke verschillen? Wat was leuker? Nou, leuker gaat het niet. Ik vind zaterdag voetbal trekt mij meer. Het is drukker, het is meer een clubdag. En ik denk ook dat het niveau wat hoger ligt op zaterdag dan op zondag. Als nou Bas Steffens op een gegeven moment toch naar de toekomst van joh, luister eens Matthijs, we zouden je nog best een beetje kunnen gebruiken waar dat nodig is. Gaat het dan misschien nog kriebelen? Nee, ik heb echt mijn besluit genomen. Vorig jaar, een paar weken geleden heb ik ook nog een paar leuke telefoontjes gehad. En de vraag gehad of ik dan wel hier of ergens anders nog kon spelen en nog een jaartje door kon. Maar mijn besluit staat vast. Ook niet meer op een lager niveau even afbouwen? Nee, dit is mooi geweest. Zoals ik zei, ik heb dit jaar weer een goed seizoen gehad. Toen werd tegen de 10 goals gemaakt in de competitie. En voor mezelf, maar ook met de club hier. We spelen nu nog voor de periode na deze overwinning. Ja, kunnen we het seizoen gewoon geweldig afsluiten. En wat wil je nou nog meer? Op een mooie manier afsluiten is het mooiste wat er is. Hoe kijk je terug op je loopbaan? Ja, eigenlijk wel heel mooi. Met 4 hele mooie jaren hier. Maar ook dus wat je zegt, bij hele mooie clubs gespeeld. Toch in verschrikkelijk goede teams altijd bovenin kunnen spelen. En ik kijk wel op iedere club, op iedere periode die ik over heb gehad, kijk ik echt bijzonder terug. Ja. Het zou mooi zijn om af te sluiten toch met een prijs, hè? Met Forum Sport in de nacompetitie promoveren. Ja, dat zou echt heel mooi zijn. Ik denk dat we echt onszelf nu heel erg belonen. En er zit gewoon heel veel in deze club, heel veel in deze jongens ook. En ik vind het mooi dat het er nu echt uitkomt. Dat we eigenlijk niet in die middenmoot spelen of echt om ons veilig te spelen. Maar dat we nu echt naar boven kunnen kijken naar deze overwinning. En als we onszelf op deze manier belonen, met mijn afscheid er nog bij, dan hoor je me niet. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Tot dan!
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.